Opeens een lading waterzuiveringsslip in je voortuin. Het overkwam de bewoners van een woning aan de Meester van Kootstraat in Lid vrijdagochtend. Een vrachtwagen die het slip vervoerde ging in de bocht over de kop. Over de oorzaak van het ongeluk is weinig bekend. Volgens de bestuurder, die liever niet in beeld wilde, reed hij niet te hard en was de wagen ook niet te zwaar beladen. Wat er dan wel precies gebeurde, kon hij niet vertellen. Tijdens de val is een lantaarnpaal geraakt. De overige schade was 's ochtends nog niet bekend. Daarvoor moest eerst de boel worden opgeruimd. Omdat het om particuliere grond gaat, zal het qua afhandeling een kwestie worden tussen de bewoners, het vervoersbedrijf en de verzekering.